is Marjolein Blauw. Ik ben klinisch geriater in het Medisch Centrum Leeuwarden en betrokken bij het Geheugencentrum Friesland. Dementie of niet, dat is de titel van onze Medische Publieksacademie. Geheugenklachten komen vaak voor en de vraag is altijd, waar komen ze vandaan? Wat is de oorzaak? Op onze geheugenpoli proberen we dit uit te zoeken. Bij de Publieksacademie gaan we in op onze werkwijze en op de mogelijke oorzaken van geheugenklachten. Wilt u hier meer over weten? Ik wil het er graag met u over hebben, samen met mijn collega's Lisbeth Hempenius, ook klinisch geriater, Niek Verwij, neuroloog en Ralf Kofijberg, psycholoog. Op de Medische Publieksacademie van het MCL. In verband met corona zal deze plaatsvinden via de livestream, via het Facebookkanaal van het Medisch Centrum Leeuwarden. Ik hoop dat u erbij kan zijn.